elkaar. Elke dag weer zomertijd. Met moppen, limmerings en narigheid. Zomertijd, als ik naar huis toe ga. Met die maffe gasten van Veronica. Drie uur lang, alleen maar lol. Maar na een uur heb ik de broek al vol. En wij zijn weer stil. Maf Kees. Ja, dat als. Dat zeggen ze. Nou, de limmerings voor vandaag. Benno L. U weet wel, die zwemleraar die doseerde met de zogenaamde bowlinggreep. Onder druk van de ouders van kinderen die hij misbruikt heeft. Is hij getest op ziekte en zo. Nou, dat is gelukkig niks. Wel wat. Gaat de limmering weer over. Dan hebben we nog Sven Kramer en Gerard Kemke. Sven Kramer die laat nu toch in diverse interviews wel doorschemeren. Dat hij zaken anders zal gaan aanpakken. Hoe dat dan precies, hè, of hij nou afscheid gaat nemen van Gerard Kemkers, of dat hij zich anders gaat voorbereiden richting de nieuwe Olympische Spelen in 2000, dat weten we niet. Maar het zou dus heel goed kunnen dat hij het anders gaat aanpakken. Nou, Frits Staal, het fenomeen, daar hebben we het ook net al even over hem gehad. Daar gaat ook een limmerikje over. Dan hebben we ook nog de Nationale Complimentendag. Komt ook niet uitblijven dat daar een limmerikje over gaat. Hebben jullie het nieuwe NCRV-programma gevolgd? Zij gelooft in mij. Nee, niet gezien. Wel het voorstukjes. Met Xander de Buissonnier. Dat gaat weer voor de mensen die het programma niet kennen. Dat zijn ex-gevangenismensen. Wat zeg je? Gedetineerden. Ex-gedetineerden. Ja, maar dat woord gebruiken ze al in het Limerick. Dus ik wil er even iets anders voor. Gevangenen. Maar bedankt dat je dat verkoopt. Maar dat geeft verder niet. Het is complimentjes dag. Prima gedaan, Marloes. Dat gelooft in mijn programma, daar gaat het ook over. En er is ook nog een catfight geweest in een vliegtuig, hè? Oh. Een ruzie tussen twee stewardessen. En dat is de oorzaak geweest dat een vlucht van New York naar Atlanta gewoon geschrapt is. Het vliegtuig was net van plan te vertrekken toen de twee ruzie kregen. En ja, echt. Ze waren al teruggekeerd, hè, dat vliegtuig. Ja, passagiers werden vanwege de catfight verzocht het vliegtuig maar weer te verlaten. Ze begonnen gewoon te knokken, zegt Steve Mazur. Een van de passagiers. De piloot besloot dat we toen allemaal maar het vliegtuig uit moesten. En dan kreeg ook Corey Mino te horen. Ze zeiden dat twee stewardessen aan het vechten waren gegaan. Dat we daarom allemaal van boord moesten. Volgens een woordvoerder van Integral Airlines is er geen fysiek contact geweest. Ze zijn nu nog mekaars haar aan het uitstukken. Haarband. Ik zat zaterdagavond in het vliegtuig. Ja. Ik denk, nou, als die gaat vechten, dan moet je echt moet je komen met androgeesink of zo om daar een einde aan te maken. Turbulentie! Ja. Moesten getest worden bij Benno L. Wie weet is hij wel eens? Een druiper of een gezwel? De dokter sprak, nou, u heeft geen HIV, dus dat zit een klein beetje mee. Maar voor de rest bent u wel behoorlijk fucked up. Dat dan weer wel. Dat is een goede diagnose, lijkt me. Sven Kramer en Gerard Kemkes kunnen de Spelen nu definitief afsluiten. Maar als Sven met de coach verder wil, dan zal hij later nog moeten besluiten. Kijk, als duo een goed team, misschien moeten ze verder gewoon onder een ander regime. Ik denk aan optredens op feesten en partijen als duo binnenstens te buiten. Weet iedereen wie je bedoelt. Oh, dan jet Frits Staal met dit verkeer in de zomertijd. Hij roept die files wel hard, maar het gaat wel met enigszins beleid. Is het eigenlijk Adolf zijn neef? Kijkt die vanuit de hel een beetje scheef? In de zij genomen of is die Staal gewoon echt de weg kwijt? Frits Staal, Zomertijd, YouTube, kort vanzelf tegen. Deze dag, dus vandaag, nou, dat is een hele belangrijke. Het is Nationale Complimentendag, dus jongens, laat dat vooral ook blijken. Noem vandaag alles mooi, lief, goed en te gek, ook al krijg je daarvan een zere bek. Gaan we vanaf morgen gewoon weer lekker oud-Hollands lopen zeiken. Gelooft in mij van de NCRV geeft een hoop gesprekstof. In dat programma zoekt men voor ex-gedetineerden een nieuwe love. Over trouwen mag je best met ze praten, maar het woord verloven kun je beter weglaten. Want zelfs denk ik nog dat het meer fout is van verlof. Heel passend natuurlijk, hè. Die heeft moeten beslissen om niet te gaan vliegen, want twee vrouwen waren aan het kiezen missen. Knokken in de lucht, een catflight. Met veel gescheld is die opgeleid. Die twee bitches hadden elkaar te stewardissen. Toch kunst? Toch heel goed gedaan.
limericks. Ik verwijs je graag naar de zomertijdeditie van morgen. Is dat weer de 2e maart. Ja, is en ik krijg zojuist met je vinger omhoog. Ja, ik wil even iets melden. Oh, je wil iets melden. Op nu.nl staat nu te lezen dat Sven gaat stoppen met Kemkes. Op nu.nl staat... Heeft hij verklaard. Heeft hij verklaard. Gaat hij er toch jammer, maken. Hij heeft hem wel zo ver gebracht. Hè? Hij gaat toch die van Kemkes. Baan wisselen. Je had het al... Ik zei het al die avond al. Ik denk dat ze van baan moeten wisselen. Nou, hij ontkent het dan weer. Ik ga even kijken. Zometeen kom ik even terug op dat nieuwsbrief. Ik vind het toch niet leuk.